Pascal, zondag de laatste voor de winterstop en niet zomaar één, want de derby staat op het programma. Hoeveel zin heb jij in deze wedstrijd? Ja, ik denk de laatste en zeker voor Cambuur de ene mooiste. Hè. Thuis is de mooiste dan en uit is dan de ene mooiste. Maar nee, dat is super mooi om in zo'n week mee te maken. Hè. Je gaat eerst Feyenoord uit en dan mag je Heerenveen uit, dan is het wel een mooi weekje. Altijd een hele bijzondere wedstrijd. De vonken die vliegen er vaak vanaf. En je gaat er met een redelijk goed gevoel na afloop van Feyenoord heen, denk ik, hè? Ja, ik vind dat we Feyenoord uit aardig gevoeld hebben. Een iets ander systeem. Dus we gaan wel met een beter gevoel daarheen dan dat we misschien hadden. Dan we een echt slechte wedstrijd hadden gespeeld. Dus het gevoel is goed. Twee dagen tijd maar om te herstellen. Vandaag wordt uitgelopen. Morgen is het vizier natuurlijk volledig richting Heerenveen. En dan op naar Heerenveen zondag. Ik denk dat alle jongens die nu wel een tijdje zitten, die weten wel wat het betekent. Het is gewoon de rauwe club die Cambuur is, de club van de stad, dat we dat ook moeten laten zien, zeg maar. We moeten gewoon gaan vechten ik krijg gewoon energie van, zeg maar, als ik al aan de wedstrijd denk. Is het ook fijn dat deze wedstrijd nu komt zo vlak voor de winterstop? Want ik denk dat jullie wel het gevoel hebben van we willen nog wat rechtzetten. Ja, als je even de sentimenten weghaalt, dan is het natuurlijk ook nog een belangrijke pot voor ons. Omdat we spelen niet slecht, we doen het wel aardig, maar we scoren niet bijvoorbeeld of we pakken weinig punten. Dus ja, als je het zo bekijkt is het ook gewoon een hele belangrijke wedstrijd. En dan, dit komt er nog allemaal bij. Dus gewoon de ideale gerechten, zeg maar, om er iets moois van te maken. En je merkt ook wel dat de supporters er nog steeds achter blijven staan. Ze steunen jullie natuurlijk door dik en dun. Nog even die laatste training meepakken. Dat wordt ook wel weer even een momentje. Hè? Ja, zeker was vorig jaar ook al genieten. Dus vorig jaar was het, zeg maar, was het voor het eerst dat ik dat meemaakte. Dus ik weet nu een beetje wat je kunt verwachten. Ik heb al tegen de jongens gezegd die er nu nieuw zijn dat het wel mooi is om mee te maken, zo'n laatste training. Ja, en dan sta je wel op scherp voor de pot, zeg maar. Aparte aanlooptijd natuurlijk inderdaad, maar volgens mij hoef je die jongens ook niet heel veel meer mee te geven naar zo'n wedstrijd, denk ik. Nee, goed, die jongens krijgen natuurlijk gedurende het seizoen natuurlijk alles mee en zeker in zo'n WK is natuurlijk alles, helemaal alles mee. Dus je hoeft niet echt veel te zetten. Dus het enige wat je moet doen is echt motiveren en zorgen dat ze heel scherp beginnen in de wedstrijd. Dan zie ik het goed komen, hopelijk. Ja. Ja, is het ook wel echt wel een wedstrijd die je nu wel even kunt gebruiken, deze? Dat het een aparte wedstrijd is? Nou ja, ik hoop dat we eigenlijk alle weken de goals gespaard hebben voor aankomend weekend. Dus dat zou mooi zijn als we in ieder geval in dit weekend weer een hoop goals gaan maken. Dat we met de overwinning lekker naar huis gaan. Wat is jouw indruk van ze? Nou ja, ze hebben natuurlijk heel lang een 1-5-2 gespeeld. De laatste weken spelen ze 1-4-3. Zitten er iets beter in. Maar dit zijn wedstrijden op zich. Een derby is altijd anders dan een normale competitiewedstrijd. Dus ja, tactiek is mooi, maar het gaat hier echt om strijd, passie en wie wil winnen. Poeh, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt er niet heel veel naar kijk. Je weet wel gewoon de spelers die ze hebben. Dus ze spelen stabiel, denk ik. In het begin speelden ze vaak ook 0-0, kan ik me herinneren. Dus het zal wel een tactische pot ook worden. En daar moet je je hoofd natuurlijk niet in verliezen. Dus het is ook belangrijk om een goed plan te maken en zo ook in de wedstrijd te komen. En vanuit dat plan moeten we ook gewoon met een bepaalde agressie spelen en laten zien dat wij willen winnen. En een extra set ogen op jullie gericht van de nieuwe trainer, Josh Ulte. Blij mee? Ja, zeker. Ik denk dat het een goede stap is van de club dat er nu een trainer is aangesteld. En ook dat het een ideale, dat we eigenlijk een ideale voorbereiding hebben om in de tweede seizoen zelf ervoor te gaan, zeg maar. Om het goed te maken, eigenlijk, deze eerste seizoen zelf. Eerst nog even afrekenen met onze rivaal. Zeker, en dat gaan we doen.